Henk, het waren drukke weken. De transfermarkt is officieel gesloten. En ben je tevreden over hoe het allemaal is verlopen? Ik ben super tevreden. Super tevreden wat we gedaan hebben. Complimenten Fouke Gerald, Art, onze financiële man Gerrit. Maar ook het bedrijf van Marco van der Heijden. En waar we sinds 1 juni mee samenwerken. We hadden alles goed voor elkaar. We hadden eigenlijk een hele rustige dag. We moesten kiezen, oké, dat of dat. En dan gebeurt dat en dan komt dat. Even bij elkaar. We moesten ondertussen ook trainen. En toen kwamen we tot iets. En toen moest Fouke zelfs nog één afbellen. Dat was heel vervelend voor hem. Maar dat kun je beter hebben dan dat ze ons afzeggen. En wat een sterke selectie staat er nu. Want je hebt die jongens ook nog weten te behouden waar misschien wat interesse voor was. Felix Mambimbi er op een slotdag nog bij gekregen. Daniel van Kaam. Ja, dat lijkt allemaal mooi, hè? Ja, maar ik was al heel blij met mijn ploeg. Alleen we wisten dat er nog wat bij moest komen. Hè? Ook om het totale niveau wat we hebben, om dat wat omhoog te krijgen. Maar je krijgt nog Sylvester van der Water erbij. Hè? Je hebt Robin Moulin. Leon Bergsma, die net heeft een beetje slap teentje. Die had een beetje last van de knie. Dus dan krijg je net even weer een steekje. Hè? Maar die jongens komen er nog weer bij. Dus ja, we hebben een prachtige ploeg. Alleen we moeten het in de wedstrijd laten zien. Hè? Dus zoals afgelopen... zondag AZ, ja, die hadden we op de rug liggen. En dan eigenlijk in de 53e minuut daar de kans en 54e minuut de rode kaart en 90e minuut laat Joao los. Ja, dat soort momenten moeten vanaf. Dan moet het klaar zijn en dan win je die wedstrijd gewoon met 2-3-0. En daar moeten we heen. Dus het niveau moet er net een beetje omhoog, maar dat is mooi, man. Laat ze maar knokken met z'n allen. Floris Smand, de uitwedstrijd tegen Ajax staat voor de deur. En dit zijn wel de wedstrijden waar je als jonge jongen van droomt, denk ik, hè? Ja, daar droom je toch wel een beetje van. Ik moet ook zeggen dat ik heel veel zin in heb. Dus we gaan ervoor. Stormachtige ontwikkeling doorgemaakt natuurlijk. En dat is beloond met een basisplaats. Hoe vind je het gaan tot nu toe? Het gaat prima, denk ik. Eerste wedstrijd tegen Excelsior was gewoon zonde van het resultaat. Ik denk dat ik voor mezelf een prima wedstrijd speelde. Ja, natuurlijk konden er dingen beter, maar die twee wedstrijden daarna had Leon het gewoon fantastisch gedaan. Moet ik gewoon eerlijk toegeven. Nu is het aan mij weer de beurt. Vorige week stond je er tegen AZ natuurlijk ook al. En hoe stond je er? Want het was een fantastische wedstrijd van Cambuur perspectief. Helaas win je hem dan niet. Wat voor gevoel overheerste dan deze week? Vlak na de wedstrijd was het natuurlijk balen. Want we waren echt heel dichtbij in ieder geval een punt. Maar deze week zijn we gewoon weer heel positief. En gewoon weer met veel vertrouwen aangezien we gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld. Vorige week stond je natuurlijk tegen een van de topspitsen uit deze competitie, Pavlidis. Wat dat betreft, die heb je van scoren weten te houden. En nu staat er ook niet de minste tegenover je bij Ajax, hè? Nee, een hele goede spits. Ja, het wordt inderdaad weer een uitdaging. Ik denk dat ik gewoon elke seconde van de wedstrijd scherp moet zijn. Maar ik heb er zin in. Hoe is het om je te spiegelen aan dat soort spitsen? Spitsen van dat kaliber? Ja, heel gek. Dat heb ik nog nooit kunnen doen. Dus... het is heel gek om je op die manier te spiegelen, maar we gaan het gewoon zien. En onder andere jeugdspeler Floris Smand, die staat zijn mannetje gewoon en die hadden we net ook voor de camera. Prachtige wedstrijd ook voor zo'n jongen, maar ook voor jullie om te laten zien wat je kan, denk ik. Ja, we hebben morgen niks. Kijk, het moet niet zoals vorig jaar, dat weet ik wel. Maar we hebben goed gekeken, de opstelling ook iets anders. Je moet in de omschakeling moet je zien dat je er 1 of 2 in schiet. Ajax zal ook kansen hebben. En we hebben 1 geluk, onze keeper, die kan goed keepen, die moet het morgen maar laten zien. En als we met z'n allen verdedigen, dan is de kans ook groot dat hij heel goed gaat keepen. Dat is ook het mooiste na afgelopen zondag, dat we tegen Ajax moeten nu voor hem. Maar we krijgen een hele lastige wedstrijd. Maar je moet je nooit van tevoren zelf wegcijferen. En in de zin van, je gaat erheen en we gaan weer terug in de bus. Want een schoolreisje doen we niet. Je kan daar gewoon punten halen. En het is niet zo, er is er ook geen man overboord. Maar niet weer hetzelfde als vorig jaar. Maar tactisch en mentaal is het ook wel weer een hele mooie uitdaging, denk ik, voor jullie. Ja, maar daar ben ik heel benieuwd naar. Vorige week hoe we het tactisch voor elkaar hadden. Eerst kwamen we iets te ver terug. Dus toen konden we ook in de wedstrijd door hoe hun het deden, konden wij weer iets veranderen. Waardoor we er vol druk op kregen. Misschien heb je morgen ook momenten dat je iets kunt veranderen, dat je het weer anders zet. Dat is morgen afwachten. De nieuwe jongens die gaan direct mee? Ja, die nemen mooi mee. Felix zal lastig worden. Van het reizen heeft hij nog wat last, dus dan moet ik even kijken. Daniel gaat gewoon mee, Daniel gaat spelen.
Dus leuk man. Het past precies bij deze club, denk ik. Bij onze supporters, die zijn er volgens mij wel gek mee met beide jongens. En ook met onze ploeg, hè, wat ik vorige week gezien heb. Wat ik ook al tegen jullie zei, de sfeer hier was niet normaal. Was niet normaal. Dus morgen zijn ze er niet. Hè, dat kan ik begrijpen. Maar we hebben het goed voor elkaar met z'n allen. Ik verwacht dat Ajax graag wil voetballen. Maar wij gaan ook gewoon ons ding doen. Het liefst willen we ook gewoon hoog druk zetten. Als we af en toe even wat naar achter moeten, dan gaan we dat ook doen. Dus ja, waarschijnlijk komt Ajax met veel aanval onze kant op. Maar daar zijn we gewoon goed tegen gewapend, denk ik.